Het is vrijdag 20 december. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Het aantal misdrijven in onze regio daalt. Dordrecht krijgt eindelijk een megabios en een kerstlunch voor de bouwvakkers van het Centraal Station. En kort het weer voor morgen, het aldus. Zaterdag is een bewolkte en grijze dag. Het wordt in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten ook regenachtig. Temperaturen zo'n 7 à 8 graden. En er staat veel wind. Boven land een vrij krachtige wind, windkracht 5. En langs de kust waait een harde wind, windkracht 7. Nou, zometeen kom ik graag bij u terug. En dan kijken we alvast naar het weerbeeld voor de komende tijd. Tot straks. De actie die RTV Rijnmond deze week voert voor de stichting Jarige Job ziet er gelukkig een stuk zonniger uit dan het weer wat Ed Aldus zojuist heeft voorspeld voor morgen. Over een kwartier wordt het eindbedrag bekendgemaakt dat wij met uw hulp hebben ingezameld. In onze actiecamper, collega's Dave van der Wal en Ruud de Boer die bezig is met de presentatie van het radioprogramma. Dave, jullie zitten lekker te tellen. Klopt het dat de actie een sensationeel bedrag gaat opleveren? Ja. Als je nou alle twee ik wil even live in de uitzending. Hi Suus. Ja, ik denk het wel. Want gisteravond gingen wij van boord van het SS Rotterdam met onderbij de 35.000 euro. En daar is vandaag nog heel veel bijgekomen. Dus ik denk dat het heel hoog gaat worden. Wel alles keurig bij elkaar leggen. En Dave, als ik nog even mag, er gaan geruchten dat er nog een echte klapper aankomt. Nou, ik denk dat je dan een beetje denkt aan die mysterieuze envelop van de Rabobank die we 2 weken geleden al hebben onderschept. Inderdaad, die gaan wij straks openen. En de Rabobank kennende zal daar een heel groot bedrag in zitten, toch? Heel, heel, heel groot. Wat jij denkt, dan nog groter. Dan nog groter, echt waar. Maar we moeten nu echt door, we hebben nog 10 minuten. Ziet er wel leuk uit. Nou, Dave van der Wal, lekker doortellen. En aan het eind van deze uitzending zullen we bekendmaken welk bedrag RTV Rijnmond namens u, de bewoners, bedrijven en gemeenten mag doneren aan de Stichting Jarige Job. Het aantal misdrijven in onze regio is dit jaar met 5% afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de politieeenheid Rotterdam. Vooral het aantal straatroven en overvallen is flink gedaald. In 2011 was het aantal overvallen zo hoog dat de politie besloot over te gaan tot een andere aanpak. De inzet van meer mensen in een speciaal overvallenteam, betere samenwerking van verschillende politieafdelingen en een persoonsgerichte aanpak van de daders. En ook dit jaar lijkt deze aanpak zijn vruchten af te werpen. Als ik kijk naar de overvallen, daar hebben we hier in de eenheid naderen wij bijna de 45% oplossingspercentage. En het is mijn ultieme doel om te zorgen dat je in Rotterdam, als je een overval pleegt, dat de kans groot is dat je gepakt wordt dan dat je niet gepakt wordt. De verscherpte aanpak zorgt ook voor een flinke daling in het aantal straatroven. En door dat succes worden sinds deze zomer ook extra agenten ingezet om het aantal inbraken in woningen omlaag te krijgen. Dan zie je ook dat je vanaf juli 2013 eigenlijk iedere maand minder inbraak hebt dan in dezelfde periode vorig jaar in 2012. En dat betekent dat we nu op dezelfde manier woninginbraken, straatroof en overvallen, dat we die nu in een daling hebben gekregen. En degene die het laatst begonnen is, woninginbraken, daar zie je dat die daling ook op het ogenblik het minst stevig is. Toch is de verwachting dat ook deze cijfers de komende jaren nog verder zullen dalen. Er zijn nog steeds woningen, als je 2 keer hoest ligt, is de voordeur open. Je ziet toch gewoon dat mensen hun achterdeur openlaten, dat het verlichting niet aangedaan wordt als ze weg. Er zijn allerlei dingen op het gebied van preventie, gewoon stevige preventiemaatregelen. Kost geld, geef ik onmiddellijk bij toe. Maar er kan nog veel meer aan gedaan worden. De dalende cijfers zijn voor de politie geen reden om te verslappen. Zo komt er meer aandacht voor de jeugd, om te voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad raken. Wat de resultaten van deze aanpak zijn, wordt pas in de jaarcijfers van 2014 duidelijk. De kogel is door de kerk. Dordrecht krijgt een megabioscoop. Lange tijd was het de vraag of de bioscoop op de Stadsverven er zou komen. Met name de financiering was een probleem. Maar vandaag was er dus witte rook. Awesome. Ben je er zo blij mee? Ja. Ja, we hoeven niet meer naar Rotterdam. Ook best, hè? Nou, leuk. Kunnen we daar naar de bioscoop? Ja, dat is wel mooi. Ja? Ja. Mooi nieuws. Ja, dan hoef je niet meer naar Rotterdam. En hier komt hij dan, direct aan het Wantij. Een bioscoop met 6 zalen, een groot terras aan het water en een parkeergarage. De komst van de bioscoop stond nog even op losse schroeven. Het slaan van de eerste paal werd steeds uitgesteld. Dat exploitant Wolf de financiering niet rondkreeg. Maar nu staat niets de bouw meer in de weg.
Het is echt tot het laatste moment vanochtend spannend geweest. Ik had er alle vertrouwen in dat het ook zou gaan lukken. Maar er moeten die handtekeningen ook nog wel een keer echt gezet gaan worden. Dus ik ben heel blij dat vandaag die handtekeningen gezet zijn. Dat we eruit zouden komen en dat het door zou gaan, hebben wij altijd wel geweten. Maar of we dit kalenderjaar nog de mededeling konden doen, het gaat allemaal gebeuren, dat wisten we niet zeker. En dat is heel erg leuk dat dat nog op de valreep van 2013 gelukt is. Een hoop blije gezichten dus door de bekendmaking dat de bioscoop er komt. Maar of dat ook zo is bij de movies, die andere nieuwe Dordtse bioscoop? Wij zijn nu bezig om de harten van Dordrecht en de Drechtsteden te winnen. En dat gaat heel goed met een heel breed programma. Ik denk dat we een stukje van dat programma kwijt zullen raken aan Wolf straks. Dus ook een stukje van ons publiek. Maar eigenlijk, weet je, we zijn zo'n eigen formule, zo'n eigen ambiance. Fijn in de binnenstad. Dus het zijn uiteindelijk twee hele andere bioscopen waar je naartoe gaat. Begin maart begint de bouw van de Wolf bioscoop. Nog voor kerst 2014 moet de eerste film op het doek te zien zijn. Bij een grote brand op de Jeroen Bosstraat in Maassluis is gisteravond een man zwaar gewond geraakt. De man werd een hoogwerker via het balkon uit de woning gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Er vloog ook een traumahelikopter. 7 omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners werden opgevangen bij voetbalvereniging VDL. En de meeste konden in de loop van de avond weer naar huis. In Brielle heeft een boer vanochtend een gasleiding lek gereden. Netbeheerder Stedin had het lek in ruim een uur gedicht. De brandweer heeft in een naburige woonwijk metingen verricht. De Zuurlandse dijk in Brielle, alle hulpdiensten zijn snel ter plekke als duidelijk wordt dat het een gasleiding van Stedin is die is geraakt bij het graven van een geul voor drainagepijpen. Een toezichthouder van de gasunie zag het gebeuren. Er ging iets fout bij de leiding van Stedin. Naar alle waarschijnlijkheid is die niet uitgezet. Ik weet het echt niet precies. Die had wel uitgezet moeten zijn. Ja, dat moet wel. Ik weet niet of ze dat opgezocht hebben op kaart. Normaal gesproken ben ik ervan overtuigd dat ze het opzoeken op kaart. Waar ligt die leiding? En daar kunnen we wel en niet graven. De omliggende wijk had vandaag last van een vervelende gaslucht. De brandweer legde in afwachting van de afsluiting van de leiding een waterscherm om de plek heen. Tegelijkertijd wordt de gasconcentratie in de directe omgeving in de gaten gehouden. Ja, we meten constant in de woonwijk of we gas meten. Dat wordt op dit moment in een heel laag percentage gemeten. Maar ja, gas heeft nou eenmaal een geur. Dat stinkt, om het zo maar te zeggen. Dus de mensen gelukkig wel. De mensen ruiken het. Ja, bij deze leiding wel. Dit is gelukkig een gedeurde leiding. Dus dit gas stinkt. Gelukkig. De mensen ruiken het en daarom blijven we ook in de wijk meten. Stedin sloot de leiding uiteindelijk af. Onderzoek moet uitwijzen hoe het komt dat hij geraakt werd. Of er bijvoorbeeld gewerkt werd met voldoende informatie en kaarten van het gebied. De Ster Gouden Loekie 2013 werd gisteravond weer uitgereikt aan de beste commercial van het afgelopen jaar. De winnaar van de Ster Gouden Loekie 2013... degene die aan de eregalerij wordt toegevoegd, Olly van ASR Bureau John Doe. Het spotje gaat over de samenwerking tussen Blijdorp en Feyenoord. Te zien is hoe een jonge Giovanni van Bronckhorst dag en nacht optrekt met zijn knuffel Olly, tot hij op een dag in het water valt. Jaren later ontmoet van Bronckhorst de volwassen geworden Olly op de parkeerplaats bij Stadion de Kuip. En de twee blijken nog steeds onafscheidelijk. Olly. Normaal eten ze in de pauze een boterham van thuis. Maar vandaag kregen de bouwvakkers van het Centraal Station in Rotterdam een 5-sterren lunch voorgeschoteld. Zo wilde het Manhattan Hotel de mannen bedanken voor hun inzet door weer en wind. En de lunch, die smaakte best. Hele grote verrassing. Nee, we dachten we gaan lekker naar binnen, mooie pluis in bekleding. En dan zitten we buiten. Aardappeltjes denk ik, met worteltjes en draadjesvlees.
Ja, we hebben deze lunch georganiseerd omdat dit de mensen zijn die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt aan ons voorplein. Ze hebben ze zien werken in barre omstandigheden. En nu met de warme feestdagen bijna voor de deur, wouden we ze op deze ludieke manier bedanken. Zo'n verrassing mag vaker komen. Ja, het was heerlijk eten. Ja, het smaakt naar heerlijk hoor. Het smaakt naar meer. En de sport beginnen we met Feyenoord, want hoe is het met Ronald Koeman? Ruud, is hij morgen erbij als Feyenoord in de Kuip speelt tegen PEC Zwolle? Ja, Ronald is erbij, ondanks dat zijn vader, dat weet iedereen, afgelopen woensdag overleed. Koeman zit gewoon op de bank als tegen PEC Zwolle wordt gespeeld. Vandaag leidde hij ook de training en daarna gaf hij zoals iedere week een persconferentie. En tijdens die persconferentie ging het natuurlijk over het Nederlands elftal, want Koeman zou benaderd zijn om assistent te worden van de nieuwe bondscoach Guus Hiddink. Maar eerst sprak Koeman natuurlijk over zijn vader. Ja, ik zit hier omdat hij over mij had gezegd van moet je thuis doen. Ja, het is logisch natuurlijk dat het afgelopen woensdag niet anders kon. Maar hij zou willen dat ik gewoon met voetbal bezig ben, hoe moeilijk het ook is. Het enige wat ik wil zeggen is dat ik nooit een toezegging heb gehad dat ik bondscoach zou worden. Ik wist dat ik een van de kandidaten was. Alleen ik ben wel zeer teleurgesteld in het feit dat de heer Oostveen, en dan praat ik over anderhalve week geleden, Guido Albers belde en aangaf dat ik onder de vleugels van Guus bondscoach zou kunnen zijn voor 2 jaar. En daarna het zelf zou kunnen gaan doen. Maar ik vind mijzelf meer dan capabel genoeg om het alleen te doen. En over Feyenoord gesproken. Het is bekend, er is geloot voor de kwartfinale van de KNVB-beker. Ajax-Feyenoord, prachtig affiche. Wordt gespeeld op woensdag 22 januari om 9:15. Ja, en of daar supporters uit Rotterdam bij mogen zijn, dat is nu nog niet bekend. De burgemeesters van de Laan van Amsterdam en Abu Talib van Rotterdam gaan daar in januari een ei over leggen. Dankjewel, Ruud van Os. En straks FC Rijnmond, Etienne Verhoef. Gaan jullie al terugblikken op het afgelopen sportjaar of is dat nog te vroeg? Nou, ik vrees dat het nog een beetje te vroeg daarvoor is. Daarvoor gebeurt er gewoon te veel. Hè? Koeman, de KNVB, denk aan Jondal Thomasson en Excelsior in de flirt met Roda. Denk aan Sparta en FC Dordrecht die nog bezig zijn met de speelronde. Dus er is nog genoeg te bespreken zo meteen in FC Rijnmond. En dat doen we met Jan-Dirk Stouten en Short Mansou van het AD. Dankjewel Etienne, we gaan kijken. En dat was het. Meer nieuws vindt u op onze site rijnmond.nl. Nog een fijne dag verder. Alvast een prettig weekend. En wij gaan onze centjes tellen voor de jarige Job TV.